Dit is ons busje. Wij vervoeren de matrassen van het ene hotel naar het andere hotel. Ja, we verslepen voornamelijk de matrassen van de renners. Dus we verzorgen de hele slaapkamers eigenlijk, brengen we van hotel naar hotel. En daarnaast doen we allerlei klusjes, de renners opvangen bij de finish af en toe, auto's tanken, wassen. Beginnen we, hè? Ja, ze hebben 8 verschillende soorten waaruit ze kunnen kiezen. Ik kan er wel een paar bij, Michel. Jullie zouden het ook helpen? Ja, er wordt van tevoren wel gemeten welke de beste en welke de meest geschikt is. Ze maken daar een keuze uit. Volgens mij krijgen ze ook een matras mee naar huis om een beetje te testen of het werkt of dat het niet werkt. Ja, wij stonden hier boven te wachten om naar de finish te gaan. En op een gegeven moment kwam een bericht binnen dat Steven gevallen was. Ja, in eerste instantie weet je absoluut niet wat er aan de hand is. En dan komt dat zo langzaamaan binnen en dan... Ja, dan komt het wel hard aan. Ja, er wordt veel gepraat natuurlijk. Mensen gaan toch ook vooral door met hun werk. Misschien een stukje afleiding. En, ja, je doet er weinig meer aan. Dus het is gebeurd. En zo probeer je met elkaar ook een beetje te relativeren. Ondanks dat het heel moeilijk is. Ja. Ik snap nog steeds niet... Hoe zulke topsport, zo lang op een fiets zitten, zulke prestaties. Ja, je hebt het matras gezien. Ja, het is zo belachelijk. Dit is het matras van Stevie. En dit is het matras waar ze het normaal mee doen hier. Oh ja, en dan hebben ze natuurlijk nog een mooi stukje hoeslaag. Authentiek wintersport hoeslaag voor 199 euro per week. En die vliegen van jou was het? Inclusief skipas. Nee, is er niet van mij op. Ik ben net binnen. Deze hotels heb je zelf natuurlijk nu ook gezien. Dat was niet heel bijzonder. En de verschillen tussen de hotels zijn vrij groot. Ja, ja, ja. Zitten ook vrij dramatisch bij. Ja. Het enige voordeel als je je rib gebroken hebt, dat je lekker op je eigen matras kan leren. Ja, nou, dat heeft hij dan in ieder geval. Ik weet niet of het hem veel troost biedt, maar ja. Ja. Opa. Nee, wij slapen op die shit die jij gisteren gezien hebt. En voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik ben geloof ik wel wat gewend in hostels slapen en alles. Maar je... Tegelijkertijd besef je ook wel van, ja, dit kan eigenlijk niet. Ja.